Goedemorgen iedereen en welkom bij een nieuwe video. Dit is Marokko Vlog deel 2. Als je deel 1 nog niet hebt gezien, ga die dan eerst bekijken, want dit is deel 2. Het is vandaag dag 6 in Marokko. We gaan vandaag weg uit Fez. En we gaan nou eindelijk naar onze stad Casablanca of ook wel Mohammedia, want daar is ons huis. En vandaag staat er niet echt iets bijzonders op de planning, wij gaan gewoon daarheen. Het is best wel een lange reis. En de broer van mijn moeder, mijn oom, is daar ook met zijn vrouw en zijn kinderen. Die hebben ook een huis in Mohammedia gekocht. Dus wij gaan denk ik vandaag ook een beetje met hun hangen. Dus ik zie jullie straks weer. Oké, we zitten nu in de trein naar Mohammedia. En het duurt 4 uur, dus echt super lang. Maar wij pakken altijd gewoon de trein, want dat is gewoon chill en zo. Je pakt dan gewoon taxi en dan de trein. En taxi is niet zoals bij ons zo super duur en heel raar. In Marokko zijn die gewoon allemaal op de weg en je kunt gewoon op de weg gaan staan. En dan kun je gewoon mee met eentje. Dat is niet zoals hoe het bij ons is ofzo. Er is heel veel wind, dus ik weet niet of je me echt heel goed hoort, maar we zijn nu bij ons appartement. En hier moeten we naar binnen. Zoals je kunt zien is het hier allemaal een stuk meer modern dan waar wij in deel 1 van de vlog waren. Dus vanaf vlog deel 2 wordt het allemaal iets meer hip. Kijk, hier moeten we naar binnen. Dit is de kat die altijd naar ons toe komt. Hey baby, hij is zo lief. Hey. Dit is de view vanuit onze balkon. Daarachter zo is de zee. En wij gaan altijd daar naar de zee. Het is hier echt super mooi. I love it. Dit heb ik vandaag aan. Het is gewoon een dress. Dit heb ik dus vandaag aan. Oké, we zijn nu omgekleed en alles. En we gaan nu dus naar mijn oom toe. En zijn vrouw en zijn kinderen. Gewoon zijn hele gezin. Ik heb nu dit ook aan, erop aan. Want het is een beetje koud. Dus ja. We zijn nu aan het wandelen bij het strand. Dit is de boulevard. Kijk hoe mooi is het strand hier. Goedemorgen iedereen. Ik heb geen nep wimpers op, want ze zijn kapot gegaan. F my life. Ik heb echt de vreselijkste echte wimpers ever. Dus nu moet ik zo rondlopen de hele dag. Misschien dat ik straks in een winkel nep wimpers kan halen of zo. I don't know. Ik heb gisteren de dag niet afgesloten, want ik weet niet echt waarom eigenlijk. We zijn dus gisteren naar mijn oom gegaan en zijn gezin. Alleen ze waren er niet. De kinderen waren er wel. Dus we zijn toen gewoon even iets gaan drinken met de kinderen. Toen zijn we terug naar huis gegaan. En toen appte hij van hey, we zijn er nu. En toen zijn we weer teruggegaan. En toen zijn we met z'n allen nog iets gaan drinken. Maar that's it. Meer hebben we niet gedaan. Onderweg naar huis zagen we ook een lijk in de zee. Oh my god. Bij een brug. Er stonden allemaal politie en zo. En ik denk dat er gewoon iemand van de brug af is gesprongen. Want die wilde gewoon dood of zo. Best wel heftig. We gaan vandaag eindelijk naar Casablanca. Naar de mall. Als het goed is, is daar een Sephora. Dat staat tenminste wel online. Dus ik hoop ook dat het echt zo is. Want dan kan ik allemaal make-up halen. En ook wat nep wimpertjes. Want dit ziet er niet uit. Ik wil denk ik ook even mijn haren laten doen. Want het is super vettig. En het is echt een mes. En ik heb geen steltang bij. Je kunt ook hier zien dat het helemaal is gaan krullen en zo. Dus ja, ik hoop dat we misschien ook even onze haren kunnen doen bij een coiffeur. Bij een kapper. In Marokko is dat ook allemaal echt like, super goedkoop. Dus ja, ik wacht nou even op mijn moeder en dan vertrekken we. Outfit van de dag. Ik weet niet of je het echt heel goed kunt zien. Dit is een dress. En dan met dit ding erop aan. We gaan nou even bekijken of de kapper open is. En dan kan ik mijn haar doen. En als die dat niet is, dan gaan we gewoon door naar Casablanca. Zo, mijn haar is gedaan. Het is super mooi. Mijn haar was echt een mes. Nou is het helemaal mooi. In Marokko kunnen ze altijd zo mooie haren doen. Dat is echt niet normaal. En we gaan nu naar Casablanca. We zijn nu in de mall. Het is hier echt super groot. En we gaan hier even winkelen.
Oké, mensen, ze hebben kennelijk hier geen Sephora. Maar ze hebben wel dit. Een of andere make-up winkel iets. Maar ik zie hier niet echt iets wat ik wil. Oké, we zijn nou even iets eten en drinken. Of ja, we zijn aan het wachten erop. Er was dus helaas geen Sephora. Er was wel een andere make-up winkel. Maar die was echt een bende en was echt niet mooi. Dus, en echt helemaal vies, dus daar heb ik niks gehaald. Ik had wel online opgezocht of er een Sephora was. En ik dacht te zien dat er het er was. Maar kennelijk niet, dus helaas. Ja, dat was het dan. Ik ben weer thuis. De kwaliteit is een beetje slecht, want de belichting is hier niet heel goed. Zoals ik al had verteld, er was dus geen Sephora, dus ik ben niet echt geslaagd. Ik heb wel een aantal dingetjes gehaald, schoenen en zo, die ga ik even laten zien. Maar voor de rest heb ik niet echt veel gehaald daar. Wij gaan in de ochtend weer terug naar Casablanca. En dan gaan we naar de oude Medina. En hopelijk dat ik daar misschien iets leuks vind of zo. Maar voor nu is het gewoon even dit wat ik ga laten zien. Oké, ik heb dus dit gehaald bij de H&M. Want ik had dus vanochtend verteld dat ik die van mij kapot heb gemaakt. Ik vind ze niet echt heel mooi, maar dit was het beste wat ik kon vinden. Dus die kan ik nou aandoen totdat wij hier weggaan. Ik heb ook bij de H&M wat kleine oorbelletjes gehaald. Deze heb ik gehaald omdat ik ook mijn tweede gat oorbel ben kwijtgeraakt. En dat is nog een nieuw gat. Dus daar moest nog echt iets in. Dus ik heb even die twee nou ingedaan. Dat zijn gewoon deze, maar dan groot en grootst. Dus deze heb ik gehaald. En ik heb schoenen gehaald bij Melanie Brown. Dat is dus gewoon zo in de winkel hier. En ik vind ze echt super cute. Ze waren in de sale. Dus ik heb ze voor maar 25 euro in plaats van 50 euro. Kijk even hoe cute dit is. Ik heb ze wel echt in twee maten te groot, want ze vallen echt super klein. Maar deze is super cute. Je had ze ook in het blauw, maar ik vond toch geel iets meer cute. Dus deze heb ik gehaald. Ook met zo'n dikke blokhak. Dus gewoon best wel makkelijk. En ik vind ze echt heel erg leuk. Bij deze Melanie Brown winkel hadden ze ook voor maar 2 euro per stuk een aantal ringen. En die hebben wij ook gewoon gehaald. Heel veel, want ja, ze zijn maar 2 euro. En ze zijn ook allemaal zo cute in een verpakking. Super cute. Ik haal even eentje eruit. Kijk, we hebben er 4. En deze hier is van mij. Kijk even hoe cute dit is. Is het niet te cute? Voor maar 2 euro, zo goedkoop. En dan heb ik ook hier eentje in het rood en paars en een beetje grijs-zwartachtig. Maar deze 3 zijn voor andere mensen. Super cute en ik vind hem echt heel erg leuk. Nou, dat was dan alles wat ik heb gehaald. Ik ben echt super blij met de schoenen, oh my god. Maar we gaan vandaag verder niks meer doen. Dus ik sluit ook voor vandaag de dag af. En ik zie jullie weer morgen. Doedels! Goedemorgen iedereen! Het is nou volgens mij dag 8. Ik vergeet de hele tijd welke dag het is. Volgens mij is het nou dag 8 in Marokko. Ik ben net wakker. Of ja, net wakker. Ik heb me al helemaal klaargemaakt, maar oké. Er zijn hier een aantal lichten kapot gegaan. Dus mijn moeder is even wat lichtbollen halen om ze te vervangen. En daarna gaan we naar Casablanca. De zus van mijn oma is ook hier. Die is nou even met haar mee. Die woont hier in Marokko. Dus wij zien haar alleen als we hier zijn. En ik heb haar al 100 jaar niet gezien. En we gaan straks naar Casablanca. Naar de oude Medina. En ja, meer staat er niet echt in de planning. Dus ik weet niet echt wat we vandaag nog mee gaan doen. Maar we gaan in ieder geval dat doen. Ik weet niet of de zus van mijn oma ook meegaat. Maar denk het wel. Want zij woont in Casablanca. Dus ik ga ervan uit dat ze gewoon meegaat. Gezellig. Dus ja, dat is de planning voor vandaag. En ik neem jullie weer mee. We gaan bijna naar huis. Nog 2 dagen. Ik ben weer thuis. We waren dus net in oude Medina in Casablanca. We hebben daar gewoon wat gewandeld en gegeten en that's it. Nou ben ik weer thuis en we gaan nou naar zo'n ijsding die hier tegenover is. Zo'n ijssalon. En daar gaan we even een lekker ijsje eten. En voor de rest staat er niet echt iets op de planning meer voor vandaag. Oeh.
Goedemorgen, het is weer ochtend. We zijn al even snel aan het ontbijt op straat. En het is weer een nieuwe dag, maar we hebben ook geen planning vandaag. Dus we gaan nou even ontbijten en we kijken wel verder. We zijn nou even wandelen hier in de stad. We hebben niet echt een planning, dus ja. Ik ben weer thuis. We hebben dus even gewoon gewandeld. We hebben iets gegeten, ontbijt, gedronken. En ik heb gewoon een beetje hier de stad een beetje gezien. Maar we hebben niet echt iets heel bijzonders gedaan. Maar ik ben nou weer gewoon hier. Ik heb iets leuks gehaald voor mijn kanaal. Ik ga het even laten zien. Ik heb altijd in mijn video's een haarband in. Om mijn haren naar achteren te houden. Dus ik zag dit en ik dacht, dit is wel leuk voor in mijn video's. Want dat kan dan mijn haar vasthouden. En het was super goedkoop. 1 euro per stuk. Dus ik heb er gelijk hoeveel gehaald? 1, 2, 3, 4, 5 gehaald. Bij ons is dit echt like 3, 4 euro per stuk. Maar hier gewoon 1 euro. Dus ik heb er gewoon een aantal gehaald. Dus deze ga ik ook vandaag gebruiken in mijn video's. Oké, mensen, we gaan nou weer soep eten en we gaan onze haartjes doen. Want wij gaan in de ochtend weer terug. Dus dit is de laatste dag. Ik ben weer thuis. Ik heb dus net mijn haren gedaan zoals je kunt zien. Ik heb het nou bij iemand anders laten doen. Ik vond het bij haar iets minder mooi. Ik vond die andere toch een tikkietje beter. Maar dat maakt niet uit. Ik ben blij dat mijn haar weer is gedaan. De kwaliteit nou is weer een beetje slecht. Want de belichting hier is weer super slecht. Vandaag is dus de laatste dag in Marokko. Wij gaan in de ochtend naar Rabat. En dan pakken we vanaf daar het vliegtuig. Dus het is bijna het einde van de vakantie. Dus ja, dat was het weer voor vandaag. We gaan morgen weer verder. Ik zie jullie weer in de ochtend. Goedemorgen iedereen. Het is de laatste dag op vakantie in Marokko. Wij gaan vanavond terug naar Nederland. Naar het slechte weer daar. Oh my god. Het is nou ochtend. Ik moet me nog aankleden. Ik heb nou nog mijn badjas aan. Ik heb me wel helemaal opgemaakt en alles. En wij gaan zo meteen vertrekken naar Rabat. Want wij pakken daar het vliegtuig. En de vriendin van mijn moeder die ook met ons naar hier is gegaan. Wij gaan ook met haar terug. Dus wij gaan eerst naar haar toe. Want zij woont daar. En daarna pakken we het vliegtuig. En dan gaan we terug naar Nederland. Dus de vakantie is voorbij en ik moet weer echt letterlijk weer vanaf morgen gelijk weer aan de slag. Dus ja, ik ga me even aankleden en dan gaan we vertrekken, jongens. En jullie gaan ook weer vandaag met mij mee natuurlijk. Ik ben weer thuis in Nederland. Ik vond Marokko echt leuk, maar ik ben toch altijd wel weer blij om gewoon hier terug te zijn in mijn normale huisje en met al mijn spullen en alles. Ik ben ook helemaal klaar met mijn basic ass make-up look die ik daar elke dag op deed. Ik heb weer helemaal zin om mijn video's te maken en mijn looks te maken en alles. Dus ja, ik ben blij en het was echt een super lange reis. Ik hoop dat iedereen heeft genoten van de Marokko vlogs. Ik heb dus deel 1 en deel 2 gemaakt en ik heb nog nooit zo'n vlog gemaakt, dus ik hoop dat iedereen ervan heeft genoten. Dus vergeet me vooral niet een likeje te geven en te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Als je nog meer van dit soort vlogs zou willen zien, gewoon misschien hier, let me know. Dan kan ik dat misschien ook wel iets vaker doen. Maar voor nu is het dus helemaal klaar. De Marokko vlogs zijn klaar. Ik ben weer gewoon hier. Dus ja, dat was het dan. Ik hoop iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende video. Doeg!